Jay, kun jij de eerste goal beschrijven wat daar gebeurde? Want ik kon het moeilijk zien. Ja, die bal die ging over je heen, maar misschien kun jij uitleggen wat daar gebeurde. Ja, tuurlijk. Schot van afstand. Die door mij veel beter verwerkt moet worden. Laten we daarop daar duidelijk over zijn. Die jongen krijgt in tweede instantie een poging nog. Die blok ik. Uiteindelijk valt hij achter me neer, maar na twee keer kon ik niet nog een derde keer van kort reageren. En hij was binnen. Jay, in de tweede helft had je duidelijk zelf ook herstel met een aantal heel goede reddingen. Maar hoe was het voor jou om die chaos voor je te zien? Dat er eigenlijk constant alles open lag en aan alle kanten spelers voor je opdoken. Hoe is dat voor een keeper? Wat ik zeg, begint sowieso de eerste goal ook bij mij. Laten we heel realistisch zijn. Daarna denk ik dat ik me kan herstellen met wat goede reddingen. Het loopt allemaal nog niet lekker en we geven veel kansen weg. Zeker voor Ajax zijnde geven we veel kansen weg. Meer dan dat we zelf creëren op dit moment. En het is niet het meest ideaal plaatje om dat zo aan te zien en zo vaak een redding te moeten verrichten. Het is wel mijn job en simpel. Ik sta ervoor, maar laten we duidelijk zijn dat het niet heel ideaal is bij Ajax dat je zoveel kansen tegenkrijgt. Nee. Zijn er nog een veel wisselingen geweest, ook nog op het laatst, op 1 september nog. Hoe gaat dat in zo'n groep? Ben je al een beetje een eenheid aan het worden of is het daar nog zoeken naar? Ik denk, zoals de trainer er ook duidelijk heeft aangegeven, we zijn nog steeds een beetje zoekende. We zijn keihard aan het werk om zo snel mogelijk een team te creëren wat meer op elkaar ingespeeld is. Wat een bepaald systeem heeft waarin iedereen weet wat er van elkaar kan verwacht worden. Ja, ik haat het om te zeggen en ik hou er echt niet van, maar het heeft wel ietsjes tijd nodig. Ook al hebben we die tijd niet, zullen we er moeten staan donderdag weer. Maar dat er werk aan de winkel is om dit team op de rit te krijgen en alle nieuwe spelers en iedereen bij elkaar één team van te maken, dat is wel duidelijk. Jay, Wouter, FC Afkikken. Is het voor jou duidelijk of jij de komende periode tot de terugkeer van Roelie onder de lat staat bij Ajax? Ik denk dat een vraag is die je aan de trainer moet stellen. Dat sowieso. Ik denk dat het niet de vraag is om aan een speler te stellen. Maar zoals het nu eruit ziet, ik krijg het vertrouwen van de trainer. En laten we nou ook niet doen alsof ik onder 6 ballen heb gedoken afgelopen week. Of deze wedstrijd. Ik voel het vertrouwen van de trainer en daar ga ik het behouden. Ja, goed, we zagen pas weer natuurlijk vandaag terug op het veld. Het kan ook zijn dat de trainer tegen jou gezegd heeft van Jay, de komende maanden ben jij mijn man. Hij zat net hier, je had het aan hem moeten vragen. Maar hij heeft in ieder geval tegen mij gezegd dat hij vertrouwen in me heeft. En ik probeer op mijn best te presteren voor de trainer en het vertrouwen uit te betalen. En uiteindelijk is het toch zijn keus, toch? Ja, oké, dankjewel.